Koef Noen komt terug in een iets ander jasje, maar wel met de vertrouwde gezichten van Paul Groot en Owen Schumacher in allerlei gedaantes. En wij laten alvast exclusief wat beelden zien van de allereerste proefopnames van hun eerste seizoen. Eén ding nog, hotterde hot. De buikwandcorrectie van Patty Bart is helemaal okidoki verlopen. Ik denk dat ik namens ons allemaal spreek als ik zeg, dat is een pak van ons hart. Ze mag inmiddels weer rechtop zitten en pap eten. Na een halfjaartje vakantie vieren zijn de heren van Koef Noen terug van weg geweest. Een nieuwe serie is in de maak en het duo heeft er weer helemaal zin in. Zo een soort talkshow met drie gasten. Zoals we dat bij Kopspijkers eigenlijk ook deden. Maar net even anders. Oh, dit is doorgestuurd door Jan-Peter Balkende. Na een jaar pielen in studio's en knippen en plakken gaan de grappenmakers nu weer met de billen bloot voor een live publiek. En we zijn de afgelopen jaren heel erg bezig geweest om die filmpjes steeds perfecter en steeds affer te krijgen. En langzamerhand kreeg ik eigenlijk naar mijn zin iets te vaak te horen, wat ziet het er mooi uit, in plaats van wat heb ik keihard gelachen. Zo, ja, af en toe iets meer gewoon die show en het moet nu grappig zijn. En ook horen als een grap op zijn bek gaat en dan denken, oh, kom ik hier toch nog mee weg. Dat is denk ik ook voor het programma wel weer even goed, dat het je nieuwe impuls krijgt. Het is ook heel erg lekker om een lach echt aan de rol te krijgen. Iedereen met een bekende kop is potentieel slachtoffer van de meesterimitators. Alhoewel, sommigen komen met de schrik vrij. Voor de pilot heb ik Arie Boomsma gespeeld en vorige week ook. En heb ik tot twee keer toe al mijn tanden op stuk gebeten. De tekst was leuk, maar imitatie nog niet. We blijven natuurlijk wel zoeken naar nieuwe. Nee, we dienen zich niet in bossen aan hoor, dat is lastig. Nee, om nou furoren te maken met een Ab Osterhaus imitatie, ja. Sinds het Kopspijkers-tijdperk zijn meer mensen aan het persifleren geslagen. Zo is de tv-kantine een duidelijke grappenkaper op de kust. Even van Lambaard vond ik heel erg goed. En, Jan de Hoop en Philip Freerik vond ik heel erg goed. Er zaten zeker hele goede dingen in, ja. Was ik wel jaloers op was. De flair waarmee hij of zij de tv-kantine maakte, dat vond ik echt wel een eye-opener. Dus dan dacht ik van ja, inderdaad, het hoeft niet altijd helemaal perfect en het klopt helemaal het typetje. En wat is, maar soms gewoon de lol van kijk mij eens, ik ben gewoon die. En dat heeft iets bij mij wel, een hartstikke idee. Ja, heeft bij mij wel een beetje de ogen geopend. En dan vind ik wel dat we dat iets meer terug moeten hebben. Maar het is een iets andere insteek dus dan de voorafgaande seizoenen van Koef Noen. Een talkshow waarbij allerlei gasten typetjes dus aanschuiven. De talkshow-host is ook een typetje, dus ja. Eigenlijk worden alle talkshows gepersifleerd. Ze zijn wel complimenteus trouwens over Carlo die iedereen Ja, maar ja, vind ik wel zo chic ook. Ik bedoel, hoeft het niet te doen. Nou, ze werden er naar, gevraagd. Ja, oké, maar goed, ze zullen het dit keer ook niet alleen doen. Ook cabaretiers als Pien en Bianca en Sanne Wallis de Vries schuiven dit keer weer aan. Ze zijn vanaf zaterdag 12 september rond de klok van 9:30 bij de AVRO te zien.